Oh, mooi mensen en welkom terug op Laren Gelderland. Ja, we zeggen er Gelderland bij, want er is nogal laar, hè? Goed, we zijn hier toch een paar dingetjes. Is heel leuk, die krooier. Kan ik ook niet oppakken, hè? Maar die krooier staat me wel een beetje in het pad. Je kunt er overheen rijden met de trekker, er tegenaan rijden. Kijk, zoals je de sporen ziet hier. Ja, er komt hopelijk een keer een update en dan is die weg. Misschien kan ik ook alles verkopen. Maar dat kan ook niet hier wezen. Dan ben ik bang. Nee, we kunnen het ook niet verkopen. Ja, we kunnen het wel anders kopen, maar dat gaan we niet doen. In de aanbieding. En dan heb ik net eentje kleiner opgehaald met meer geld. En ik heb wat verdorie een kleinere trekker opgehaald. Ik moet kijken wat we hier kunnen kopen. Jongen. Ja. Dat hadden we kunnen kopen. Ik heb geld van een andere kaart afgehaald. Ik dacht dat het 4,75 was. Daar heb ik me in vergist. Ja. We hebben 3,35 keer gekregen. Nou, de trekker hadden we ook verkocht. En we hebben een nieuw voertuig gekocht. En we hebben gelijk nieuwe kosten voor voertuig gemaakt. Juist, we hebben geen lening. Dat is wel heel erg mooi. Ja. Nou, we hebben ook nog geen dieren. Hier hebben we ook nog niks aan gedaan. En we hebben in één keer bemesten. Oh, dat gaat lekker. Oosten. Dan moeten we alles gaan huren. En ploegen. Maar ik heb een heel klein ploegje. Dus eigenlijk moet ik dan... Beza weer. Beza. Moet ik voor jou gaan ploegen, Beza? Oh! Oké. Die kennen we allemaal. Caroline weer. Beza. Caroline. Guus Meeuws. Koosjotte. Hey. Koosjotte staat er ook in. En Tata Joop. Nou, het zijn allemaal bekende namen. Goed, ik heb ondertussen wel een pers gekocht. Want we gaan persjes, rolletjes maken. En waarschijnlijk heb je ook in de dinges gezien dat wij een voorlader hebben. Nee, dat heb je waarschijnlijk niet gezien. Nee, maar we hebben in ieder geval een voorlader. En we hebben een frontmaaier erbij gekocht. En de MF. En deze ga je waarschijnlijk eerder zien dan dat je deze ziet. Ja. En hier was ik dus bezig met het maaien van het eerste veld. Dat veld kunnen we ook gaan maaien. Maar we kunnen ook deze gaan maaien. En waar gaan we eerst geld mee verdienen? Met een silage. Dus, start die aanloop. Goed zo. Alles aan, in één keer. Het knopje had ik al ingesteld voordat ik hiermee begon. Ook dit knopje zat er wel op. Al heb ik daarna lopen zoeken. Hij was al ingesteld. Dus ja, alles is weer keurig in orde. Zo, gaat hij automatisch achter elkaar alles omhoog gooien. En dan gooit hij automatisch alles weer achter elkaar naar beneden.
Ja, wij gaan dus eerst maar beginnen met silage. We kunnen het in palen maken. Maar we kunnen het ook in de bult gooien. Maar ik heb natuurlijk niet voor niks een baler gekocht. Dus we gooien sowieso wat in de balen. Ja, dat daarvoor hebben wij een grote baalmachine. Er zitten een paar dingetjes in dat ik denk van, wauw, moest dat nou zo? Ja, doe maar even, ik blijf terug. Alles omhoog. Ah, mag wel even blijven draaien. Ja. Is dat een foutje of is dit? Ja, het lijkt een beetje raar. Dit is niet de recht pad. Het is net of de kaart meerdere plekken een stukje verschoven is. Ja. Ik weet niet. Het lijkt gewoon raar. Het is niet echt iets wat je denkt van, ja. Maar misschien kon het niet anders. Dat weet ik niet. Ik zou het niet weten. Het is een beetje raar. Ja, meer niet. Nou ja, die krooi die voor staat natuurlijk. Dat is ook een puntje. Maar daarentegen, hij ziet er wel heel mooi uit. Het gras ziet er mooi uit. De planten, de bomen, de zijkanten, alles ziet er mooi uit. Oh, dat was mijn fout. Ik ging veel te snel. Is niet erg. Zak maar in. Zakken. Zo. Nou, alle namen die erin staan, dat is natuurlijk ook gewoon helemaal fantastisch leuk. Ja. Ik vind het mooi. Ik vind het leuk. Al die namen, Beza en alles. Ja. Het zijn grote mensen die ook veel spelen. Heel veel spelen. Meer dan wij. Alle laatste dagen, ja. Het was eventjes, ging eventjes niet zo heel erg goed. Ja, sorry. Er komt er ook geen upload. Maar als het goed is, als het allemaal goed gaat, dan hebben we daar ook niet zoveel meer mee. Ja, weet je natuurlijk nooit. We weten hoe die dingen gaan. Was ik te snel rijden. Mijn gaspedaal die glijdt weg. Mijn gaspedaal begint zelf gas in te geven. Weet ik veel. Mijn gaspedaal gaat niet. Ja. Nou gaan we wel heel extreem langzaam. Kereltje. Goed. Nee, het schaduweffect zijn mooi. De boerderij is ook niet al te groot. Dat is ook wel een leuk dingetje. Ja, sommige boerderijen heb je echt dat je denkt van enorme velden. Enorme grote boerderijen. Hoeft van mij allemaal. Ik vind dit wel mooi. Nieuwe structuren, nieuwe dingen, nieuwe dit, nieuwe dat. Ik weet het nog niet. Ik heb het nog niet allemaal ontdekt. We gaan het wel ontdekken. En er komt misschien ook het moment dat ik denk van remmen. Nee, er komt misschien een moment van dat ik denk van, we gaan even alles goed doorlezen wat er nu is. Ja. Maar dat komt nog. Hoop. Binnenkort. Oké. Voor nu ga ik al gewoon aan de gang.
We moeten proberen geld over te houden. We moeten proberen een beetje winst te maken. En we gaan proberen netjes alles goed te doen. Ja. Ik heb mijn stuurtje helemaal opgepoetst. Helemaal schoongemaakt. En het werkt weer fantastisch. Dus alleen de koffie nog. Van een half uur geleden, die inmiddels koud is. Alweer. Of nog steeds, dat kan natuurlijk ook. Even wat er is over te zeggen. Ja. Wat gaan we nog meer vertellen? Niet zoveel eigenlijk. Maar gewoon een beetje proberen om alles zo netjes mogelijk en zo mooi mogelijk te doen. Niet te veel te verbouwen. Ja, er komen toch nog. Ik weet niet of er plekken zijn waar we iets neer kunnen zetten. Maar als die er zijn, dan gaan we ze vinden. Ik weet niet of er. Ik geloof niet dat er veel verkooppunten of fabriekjes zijn. Of ik heb ze nog niet gezien, ik kan het natuurlijk ook. Dat we ze dan moeten kopen. Dat weet ik niet. Dat kan. Kan maar zo. Nou doe ik het niet goed, dan moet ik. Ik hoef alleen maar de voorste even. De achterste had ik eigenlijk wel uit kunnen zetten. Mooi man. Nee, dat was hem. Dat was hem. Ha! Nou klapt hij alles in. Nou, dan zit je dan met Joentje. Binnenkant van het record. Ja, dat ziet er ook wel leuk uit. De knopjes. Overal op drukken. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet overal op drukken. Ja, ik heb hier een beetje gras laten staan overal, zo links en rechts. Ik ga die maaier hier even planten. Want ik ga niet alles meelopen show overal dus de hele tijd. Ga ik even van trekker verwisselen. Jee, trekker. Van grote trekker naar onze kleine trekker. En dan hebben we ook een schudder, ja. Alleen geen zweter. Yes. Dat moeten we dan allemaal met deze doen. Ja, dan ben ik wel een uurtje of 2, 3, 4, 5, 12 bezig. Alles met deze kleine te doen. Ja, al die velden. Ja, dat ga ik dus niet doen, hè. Voor nu, ik wil alles van de kant af hebben. Ja, we gaan die kant langs. Daar staat hij op. Dus daar gaan we ook langs.
Ja. Dan drukken we alles even netjes aan de kant af. Doen we even twee rondjes. En dan... ja, wil ik eigenlijk een iets grotere... zweler hebben, want dit is toch aardig klein. Ik hoor een piep. Ik weet niet of jullie ook piep horen, maar ik hoor een piep. Nee, ja, ik zie nou net niks. Ik weet niet. Er was iets. Wat piep zei. Ja. Oh. Oké. Nou, dat zagen. Dat zien we dus ook weer. Ja, goed. Komt de spraak niet helemaal goed over. Dat was dus de piep. En de piep betekent voor mij dat ik na één slokje koude koffie, dat de suikers, de insuikers in mijn lichaam weer ietsjes omhoog lopen. Ietsjes veel. Maar niet zo erg. We kunnen nog door. Goed, ja. Gas erop. Sorry. Was eventjes. Moest even wat iets anders doen. En hopelijk heb je daar niet veel van gemerkt. Als ik de. De editing een beetje goed heb gedaan, hebben we daar niet veel van gemerkt. Nou hoop ik dat ik die een beetje goed. Maar we zijn er weer. En we gaan weer lekker door. We gaan gewoon de tweede ronde in. De tweede ronde. En daarna kunnen wij de boel gewoon netjes schudden. En dan de volgende keer ga ik op zoek. Of ik ga straks alleen op zoek. Ja, de tijd is alweer bijna voorbij. Al moet ik niet zeggen. Nou, nee, ik ben het dus weg geweest. Dus, ik denk dat ik nog een minuutje of twee heb, drie. Denk ik. En anders wordt hij ietsjes langer. Ja, is ook niks aan te doen. Ik heb inmiddels al weer warme koffie. Dat scheelt toch. Ja, of nou aan die koude koffie ligt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar goed, we hebben warme koffie. En we zijn met de tweede ronde bezig. Daarna gaan we even... Nee, dat doe ik de volgende keer. Even op zoek naar een iets grotere machine. Dan hoef ik niet... continu op en neer te rijden. Om een beetje een bultje te krijgen. Je moet een beetje mooie rilletjes krijgen. Die we dan zowel in een rol zetten en gaan rollen maken. En wij gaan ook rolletjes maken voor hooi. Maar daarvoor hebben we nog een veld. Kijk, dat is een beetje beter. We gaan ook rolletjes, we hebben nog een veld, dus we kunnen ook hooirollen maken. De strorollen zal niet gaan, want het is gras. En we hebben nog niet echt velden. Nou heb ik daar ook nog niet naar gekeken, of wel? Hebben we wel naar de velden gekeken? Nee, volgens mij niet. Ik heb gisteren nog bij ze gekeken. Hm.
kijk, dat is een beetje. Ja, dat zijn 100. We gaan naar deze kant kijken. 41. Kijk, dat zijn tenminste de prijzen die ik zeg van ja. Dat is toch mooi? Die zijn niet al te duur. Dit is grasland volgens mij, of niet? Ja, dit zijn. Nou, we hebben ook niet zoveel. Oh, we hebben wel pastinaak, bottels, gras. Ja, dit is allemaal grasland. Aardappels. Oh, dit is ook wel een interessant veld. Een heel interessant veld. Dat zijn worteltjes. Die ook. Dat is wel een mooi veld daar. Eigenlijk toch? Dat is volgens mij daar. Oeh. Ja, Jeg die loopt hier. Die houdt hier op. Dus dan moet ik al over mijn eigen veld heen om naar de worteltjes te komen. En dat gaat niet worden. Dat gaat hem niet. Oeh, er staat wel veel onkruid op die wortels. Ja. Ik geloof niet dat er hier iets. Dit is niet helemaal goed. Dit is het einde. Dit is het einde, jongens. Dit is het einde van de map. Nee, dit is niet het einde. Oh. Volgens mij staat er een hekje. Oké, dit moeten we even anders kijken. Deze. Aan. Hop. We gaan even omhoog. Nee, dit is het einde. Ik kan hier niet in. Ja, want dit is wel een. Oké, dat daarachter het niet is. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar. Ik kan net dit veld in. Het veld heeft wel een nummer. Dus als we op veld 70 zijn. Ik ga nog eens een keer proberen. Dan kan ik erin. Ja, we kunnen veld 70 dus niet doen als contract. Dus dit zal waarschijnlijk allemaal geen velden zijn. Ook iets waar we niet kunnen komen. Waarschijnlijk. Even wat sneller. Die. Die. Aan. Ja, er is iets wat daar de boel tegenhoudt. Ah, is niet helemaal. Komt gewoon nog een update hoor, dat weet ik zeker. Kijk, dit is ook wel veld, maar ook niet helemaal veld. Ga niet verder. Ook niet helemaal veld. Dit is wel veld. Ook niet, ja. Je kunt er tussendoor, maar eigenlijk weer niet. Nou, mooie bosserij. Ja.
Hier kun je gewoon langs. Er zit iets in wat niet helemaal lekker loopt. Ja, misschien moet je dan gewoon over de wegen heen. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat wil niet zeggen dat het veld niet helemaal goed is. Het zijn... Ja, hier kan ik weer tussendoor. Nou. Ik wil nog eventjes iets hoger kijken. Ik ga wel op ballonhoogte zitten. Het ziet er toch mooi uit. Ja, dit ziet er echt wel leuk uit. Wij gaan ons hier wel op vermaken, denk ik even. Tot aan de update. En dan komt dat ook wel weer goed. En dan gaat die uit. En dan gaat die uit. Zo. Nou, dan gaan wij ons daar wel... Maar even opletten dat we bepaalde velden op de zijkanten niet pakken. En dan komt het helemaal goed. Goed. Mensen, ik dank jullie weer voor het kijken. Zeg ik abonneer. Ik ga op zoek naar een iets grotere. En dan gaan wij daar weer mee verder. Mensen, bedankt voor het kijken. Vragen, opmerkingen natuurlijk altijd van harte welkom. Normale opmerkingen. Ja. Anders zoeken we je op. Maar kijk, wie zijn. Mensen, bedankt en tot de volgende. Echt weer mooi.